informatieve sessie over de kandidaatstelling. Zoals afgesproken ben ik van plan, ga de partij kandidaten stellen. En de datum van kandidaatstelling is 9 april. U zult als leden van de partij ook al wat informatie hebben ontvangen via onze appgroep over hoe dat precies in zijn werk gaat, verschillende data, etc. die we in gaten moeten houden. Er zijn echter ook verzoeken van mensen, en dat vind ik heel goed, die zeggen van, maar wat houdt het exact in? Die zich niet gewoon in het wilde weg kandidaat willen stellen. Dat vind ik prijzenswaardig, omdat wij als partij ook verwachten dat wanneer je eenmaal gekandideerd bent, dat je blijk geeft van dat je weet waar je mee bezig gaat zijn, dat je een bewuste keuze hebt gemaakt. En ook dan dat je gekozen wordt, dat je inhoud aan je werk weet te geven en wil geven op een verantwoorde manier, wetend wat de verantwoordelijkheid is. Nu, laat me beginnen met de resortraden en de districtsraden. Ik heb hier de wet. Er is een wet en we gaan daar nog een workshop over houden, zodat iedereen begrijpt wat daar precies in staat. Maar dit is de wet betreffende de inrichting en de bevoegdheden van de regionale organen. En de regionale organen, dat zijn dus de districtsraad en de resortraad. Nu, ik ga het heel kort houden, want die wet gaan we niet bestuderen nu in deze video. Maar wat ik wel wil aangeven is wat uw verantwoordelijkheden en taken zijn. Dus er zijn een heleboel anders nog in die wet te lezen natuurlijk. Ik raad iedereen aan het op te zoeken online en alvast te beginnen te bestuderen. Maar belangrijk, laten we beginnen met de districtsraad. De districtsraad die is belast met de regelgeving en het bestuur van de huishouding van het district. Voor zover deze niet bij of krachtens wet aan andere organen is voorbehouden. Dat wil zeggen, de districtsraad houdt zich dus bezig met de hele inrichting van een district. En met het geld, eigenlijk het budget als je uitgaat van de decentralisatie van het district en hoe dat wordt aangewend. De bevoegdheid van de districtsraad is de volgende. Binnen de grenzen van de grondwet, de wet en de voorschriften van de regering en met inachtneming van bepalingen van deze wet districtsverordeningen te maken die hij in het belang van het district nodig oordeelt. Dat wil zeggen, de bevoegdheid van de districtsraad, de specifieke bevoegdheid, is het maken van districtsverordeningen. En wat die allemaal betekent, gaan we het in die workshop over hebben. Maar dat is binnen de grenzen van de grondwet, de wet en de voorschriften van de regering. En met inachtneming van de bepalingen van deze wet die ik hier heb. Vervolgens is de districtsraad ook bevoegd ter richtige vervulling van zijn taak, de nodige inlichtingen, het zij schriftelijk, het zij door een commissie uit zijn midden, bij het districtsbestuur in te winnen. Dus je hebt ook de bevoegdheid inlichtingen in te winnen. De districtscommissaris kan deskundigen oproepen ten einde in een vergadering van de districtsraad voorlichting te geven of van advies te dienen. Telkens wanneer de districtsraad dit nodig acht of wenselijk oordeelt. Dus je hebt ook de bevoegdheid om de districtscommissaris te zeggen dat je meer informatie wil en dat deskundigen dat moeten komen uitleggen. Goed, wat doet de districtsraad? Dus je hebt bevoegdheden. Wat moet je doen? Je verantwoordelijkheden. Je moet jaarlijks een verslag samenstellen waarin je moet vermelden de districtsverordeningen die zijn goedgekeurd en bekendgemaakt. De besluiten die zijn genomen met betrekking tot het bestuur van de huishouding in het district. En de wijze waarop inspraak van de resortraden is gegeven in de samenstelling van de districtsplannen. Dus je moet ook een districtsplan maken en je moet uitleggen hoe de resortraad daarbij inspraak heeft gehad. De wijze waarop de inhoud is gegeven aan burgerparticipatie en aan de overheidscommunicatie met de burgers. Dus je ziet, ik ben echt benieuwd om die districtsplannen goed door te nemen van de afgelopen jaren. Want ik ben benieuwd hoe men dat heeft ingevuld. Maar dat zijn jouw verantwoordelijkheden als districtsraadslid. Daarnaast heb je de brandende vraagstukken van het district en de daaromtrent voorgenomen activiteiten. Die moet je allemaal invullen en dat verslag moet je uiterlijk eind maart van het daaropvolgend jaar aan de minister, staatsraad en nationale assemblee doen toekomen. Oké, dus dan zijn er nog een heleboel verhaal. Maar dan gaan we naar de resortraad. De resortraad heeft natuurlijk ook een belangrijke rol. Die moet allemaal eet afleggen, net als de districtsraad. En de vergaderingen van de resortraad die zijn openbaar. Behalve wanneer je besluit is om dat niet zo te doen. Je vergadert tenminste eenmaal per maand en verder zo vaak als nodig. Dan even kijken hoor.
Ja, jullie zijn belast, de resortraadsleden, die zijn belast met het toezicht op het door het districtsbestuur met betrekking tot het resort gevoerd dagelijks bestuur. Dus je moet echt toezicht houden in je bestuur wat er gebeurt. En als dit voldoet aan de plannen, als dit niet in lijn is met een en ander, moet je daar op reageren. De resortraad oefent in deze wet aan hem toegekende bevoegdheden uit, terwijl het bij staatsbesluit of districtsverordening hem meerdere taken kunnen worden toevertrouwd. Dus je ziet hierin dat die districtsraad in feite die resortraad kan versterken door ze meer bevoegdheden toe te kennen bij de districtsverordening. Ik vraag me af als dat ooit is gebeurd. Ik betwijfel dat. De resortraad moet jaarlijks een verslag samenstellen en vermelden de belangrijkste activiteiten ten behoeve van het resort ontplooit. En het verslag moet uiterlijk eind februari van het daarop volgend jaar aan de districtsraad, het districtsbestuur en de minister worden voorgelegd. Dus dan is dat een beetje kort uitgelegd. Ik hoop dat dat een beetje helpt, dat mensen weten wat er nodig voor is om in een districtsraad te participeren. Ik zal een andere video maken voor degenen die geïnteresseerd zijn om kandidaat voor onze DNA te zijn.